ontwikkeld als Torganas. Dat was de identiteit die ik wou hebben. En ja, in het tussenseizoen wisten wij dat dat een moeilijke zaak werd om zo'n talent te houden. We hebben daar inspanningen voor gedaan en we hebben dat beloond gezien met een sluitende overeenkomst die niet alleen gaat over Torgan Hazard en Zoute Waregem, maar die vooral naar zijn moederclub Chelsea goedgekeurd is. En dat is nou net het verhaal waar ik mij dan ook bezorgd over maak. Dat is ook het communiqué waar dat wij getoond hebben naar iedereen. Allee, het moet allemaal nog duidelijk blijven, het moet nog correct blijven. Ik heb verhalen gelezen in de media waarop dat er stond dat er een akkoord was, waarop dat er stond dat het zitje al gereserveerd was, waarop dat er stond dat Torgan Hazard niet ging meegaan op stage, waarop dat er stond, enfin, ik ga stoppen, want ik denk dat ik hier anders binnen een half uur nog zit. En dat vind ik erover. We moeten denk ik de zaken correct benaderen. 1. Torgan heeft een sluitende overeenkomst. 2. Dat is met toelating van Chelsea, omdat Chelsea ziet dat de jongen zich goed ontwikkelt. En wij hebben ook een uitdaging met hem. Dat is hem afleveren aan de bondscoach op het einde van het seizoen. En ik lees dat hij dat gemakkelijker gaat doen in Anderlecht dan op Zoute Waregem. Wel, ik ga nu eens als trainer van Zoute Waregem spreken. Wij staan vierde op 1 punt van Anderlecht. Het zijn er 2, denk ik. Maar play-offs, dat is 1 punt. Mm. En wij zitten nog altijd in de beker van België. Iets wat Anderlecht niet kan zijn. Mm. Maar ik heb respect voor iedereen. Maar ik moet mij ook weer. Ik moet ook zeggen wie dat wij zijn. Maar op den duur begint iedereen een klein beetje Zoute Waregem als een kleine ploeg te aanvaarden, dan te bekijken. En dan denk ik dat we niet meer correct bezig zijn. Last but not least. We hebben een sluitende overeenkomst. Chelsea is akkoord. En als hij ooit zou vertrekken, dan moeten er een pak elementen of een pak partijen akkoord gaan in dat verhaal. En het is niet zo dat die partijen vandaag geneigd zijn om daarvoor hun akkoord te geven. Maar we zijn vandaag 7 januari. Dit duurt nu al 14 dagen. Dus ik stel mij voor mij hebben gespeeld op 27 december. Misschien rolt dit al van voor 27 december. Dit is ook ter sprake gekomen deze zomer. Mm-hmm. Misschien was dat ook van voor de finale match. Dus ik maak mij daarover zorgen. Bedoelde u dat je het gevoel hebt dat er een destabilisatie van uw club is? Zover wil ik niet gaan. Ik wil mij focussen op mijn club. Ik wil mij niet focussen op media, op entourage, zelfs niet op Anderlecht. Ik focus mij op Torgan Hazard, ik focus mij op Zoute Waregem en ik focus mij op Chelsea. Ik focus mij niet op Anderlecht, ik focus mij niet op entourage en ik focus mij niet op media. Dus je gaat van mij vandaag geen enkele reactie horen tegen die laatste 3. Ik ben op niemand boos. Ik heb geleerd van te leven met die zaken en de sterkte van deze groep is dat er een geweldige focus is en dat we daar mentaal eigenlijk over kunnen. Maar het maakt je wel voorzichtig, het behoedt je wel een beetje. Ik heb een jaar geleden heb ik net hetzelfde gelezen over Malanda. We moeten opletten als we onjuiste dingen voor waarheden gaan vertellen. Het zij via media, het zij via een communicatie. En dan vind ik dat we verkeerd bezig zijn. Je werkt uiteindelijk met spelers. Dit is een jonge speler. Dit is een speler die werkt aan zijn ontwikkeling. Ik heb, twee maanden geleden heb ik hem voor de eerste keer, toen iedereen zo'n beetje in voetbal in België hem als de topfavoriet voor de gouden schoen naar voren schoof, heb ik met hem gesproken en ik heb gezegd, we hebben een challenge, dat is je afleveren op het einde van het seizoen aan de bondscoach.
als de bondscoach de deur opendoet, dat is voor de bondscoach, daar doe ik geen enkele uitspraak over. Maar we gaan er voluit voor gaan dat je de gouden schoen kunt hebben. Omdat dat zowel voor de speler in eerste instantie, maar ook voor de club een bijzonder mooie erkenning zou zijn voor het mooie seizoen. En voor het goede werk dat we momenteel toch wel sedert anderhalf jaar, bijna twee jaar leveren. En dat is voor mij de zaak. Dat is voor mij de case. Kijk, we zijn hier op stage. Wij komen hier om te werken. En als ik iedere hypothese moet gaan onderzoeken, dan was ik beter rechercheur gebleven.